In 1978 hebben mijn beide ouders ons bedrijf opgericht. Het was toen nog drukkerij Guido Klaas. Totdat mijn vader in 1996, 18 jaar later, beslist heeft om Roels Printing over te nemen. En op die manier zijn we eigenlijk blijven groeien. Vanaf 1996 dus twee zusterbedrijven, Klaas Printing in Sint-Pietersleeuw, Roels Printing in Borgerhout. De volgende grote stap was dan in 2007, toen ze beslist hebben om te verhuizen uit Borgerhout naar de huidige vestiging in Lier. Dat was een verdubbeling van de oppervlakte en die oppervlakte is inmiddels ook goed ingenomen. En tot slot, en dat is misschien nog het belangrijkste, dat is dat wij vanaf 1 oktober 2013 niet meer spreken over Klaas Printing en Roels Printing, maar dat wij beide bedrijven gefusioneerd hebben tot Klaas Roels, waardoor de tweede generatie ook Roels Printing definitief onder zijn hoede heeft genomen. We hadden twee programma's die eigenlijk heel verschillend waren. Graphisoft was heel goed voor de calculatie, maar vonden we eigenlijk niet goed genoeg in productie. Multipress komt daar eigenlijk in tegemoet, omdat zowel calculatie als orderbegeleiding en de verdere planning heel goed kan gebeuren eigenlijk, vonden we heel ideaal. CERM vonden we dan weer te gedetailleerd en vonden we eigenlijk te uitgebreid om een calculatie te maken. Dus we zijn voor de gulden middenweg gegaan. We zaten inderdaad met twee databases, omdat we ook twee afzonderlijke bedrijven waren. Maar wat betekent dat we voor de uitwisseling van orders echt moesten exporteren, elkaar moesten informeren. Nu hebben we dus alles in één database geïmplementeerd, wat veel voordelen voor ons oplevert. We calculeren in één database, we hebben al onze orders in dezelfde database. Zeker onze relaties ook. Heel interessant dat we die allemaal in één database terugvinden. En dan natuurlijk de planning. De planning kan vanuit één punt over de twee sites georganiseerd worden, wat heel veel voordelen geeft in het juist bepalen waar welke job uitgevoerd zal worden. Wat wij in het recente verleden als een enorme surplus hebben beschouwd, is de klachtenmodule, waarbij wij elke klacht inschrijven. Dat is gelinkt aan een order, maar dat is ook gelinkt aan de klant. En op de wekelijkse operations meeting worden die klachten steeds overlopen. En wij zien nu eigenlijk, we doen dat nu een tweetal maanden, dat we de aantallen enorm kunnen verminderen door daar gewoon wekelijks mee bezig te zijn. Wij zijn in het hele traject eigenlijk door Manu begeleid geweest, vanaf de implementatie tot nu eigenlijk nog altijd. Implementatie is heel vlot verlopen, tarieven moesten eenmalig ingevoerd worden en dan konden we van start gaan. En nu nog kunnen we nog altijd beroep doen op Manu voor verdere vragen en dergelijke. De planningsmodule gebruiken wij denk ik quasi volledig. In die zin dat wij zowel voor het drukken, tijdens het drukken als na het drukken alles volledig in de planningsmodule van Multipress steken. Wij zijn gestart destijds enkel met de druk, maar we hebben daar toch heel snel de voordelen van ingezien. Het feit dat als je op plan duwt in uw order, dat alles direct in die planningsmodule verschijnt, is een enorm voordeel. En ook voor de afwerking doen we dat nu sinds een klein jaar, waarbij wij alles, dus van stansen tot vouwen tot nieten, heel gemakkelijk kunnen in het systeem steken. En ook als er aanpassingen zijn en dergelijke meer en wij drukken opnieuw op plan, dan wordt het ook opnieuw aangepast. Dus het is eigenlijk een heel gemakkelijke tool toch om een overzicht te krijgen op je planning. En dat gebeurt ook direct na de order ingeschreven is. Dus je kan je planning vrij gemakkelijk een aantal dagen op voorhand bekijken. Naar de toekomst toe is het zo dat Klaas Roels een bedrijf is in volle groei. We waren een aantal jaar geleden twee aparte bedrijven van een dikke 6 à 7 miljoen euro omzet. Inmiddels zijn wij een bedrijf in 2014 van meer dan 20 miljoen euro omzet. Wij verwachten van ons softwarepakket en dus van Multipress dat zij ons daarin ondersteunen. Wij zijn de laatste maanden door een enorme transitie gegaan. Wij hadden twee bedrijven, Klaas Printing en Roels Printing, met ook twee aparte Multipressen. Wij hebben sinds de eenmaking in één gemaakte Multipress, dus voor twee vestigingen. En dat is toch wel een enorme verbetering geweest. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst nog zo'n zaken zullen gebeuren, dat er eventueel nog overnames plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat Multipress daar de juiste tools biedt om ons daarbij te ondersteunen.